Het is een mentor waar je echt helemaal niets aan hebt, Duncan Lawrence. De zanger was de afgelopen weken nergens te bekennen toen zijn protégé Mia Dion complete mist ingingen in aanloop naar het Eurovisie Songfestival. Had hij weer ergens een paniekaanval? Zat hij ziek thuis? Nee, hij was TikTok-filmpjes aan het opnemen in Los Angeles. Duncan is gisteren in allerijl naar Nederland gevlogen nu Mia Dion voor de tweede keer vals hebben gezongen in het openbaar. Too little, too late? Het lijkt er wel op. Volgens Özkan Akyol is Duncan een mentor from hell die zijn afspraken totaal niet nakomt. Hij verklapt aan tafel bij Vandaag een site, ik heb wat mensen gesproken die erbij betrokken zijn, maar het schijnt dat hij zich helemaal heeft teruggetrokken, niks van zich heeft laten horen, beloftes niet nakomt. Bo van Ervedorens vindt het ongelooflijk dat Duncan die twee arme zangtalenten gewoon aan hun lot overlaat. Misschien moet dat hele team, dat onzichtbare team, uit die toren komen met vooraan Duncan Lawrence en gewoon elke dag om ze heen gaan staan en ze gaan helpen, met die in-ears en al die dingen, zegt hij in zijn talkshow Bo. Tafelgast Maurice Wijnen daarop, het enige dat me wel zorgen baart is dat vandaag bekend werd gemaakt dat Duncan Lawrence zelf op gaat treden tijdens de grote finale. Bo cynisch, nou, dan is hij er tenminste. Maurice denkt dat Duncan vooral druk zal zijn met zichzelf in plaats van met Mia Dion. Dat betekent dat hij daar in die week ook heel erg mee bezig zal zijn, want hij moet ook een performance neerzetten voor een miljoenenpubliek over de hele wereld, dus dat helpt ook alweer niet in de focus die op Mia en Dion moet zitten. Ook Patty Bart vreest daarvoor. Zij zegt in Shownieuws, ik denk dat hij zich daar veel meer mee bezighoudt dan met de ondersteuning van het duo. Showkenner Aaron Bade heeft zelfs het idee dat Duncan zijn protégé gebruikt om zelf in de spotlights te staan. Hij gaat zelf optreden tijdens de finale van het Songfestival, dus zelf heeft hij ook een soort promovehikel gemaakt van deze keuze voor Mia en Dion. Dat vind ik ook niet goed, zegt hij in RTL Boulevard. Volgens Johan Derksen heb je aan zo'n Duncan overigens helemaal niets. In VI, wat moet hij nou doen dan? Die jongen heeft één zo'n raar liedje geschreven. Waarom heeft hij gewonnen? Omdat er allemaal clowneske optredens waren en er een rustgevend jochie achter een pinootje zat. Mensen dachten, laten we dan maar op hem stemmen.